Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, is op dit moment de enige plek waar de samenleving zich kan laten vaccineren tegen COVID-19. Behalve het vaccineren tegen COVID-19 is BOG ook alleen de plek waar de samenleving COVID-testen kan doen, zegt BOG-directeur Rajesh Ori aan onze redactie. Het testen blijft belangrijk, aangezien er in Suriname ook de normale influenza en dengue de ronde doen. Vaccineren. We hebben dat uitgebreid tot 8 uur in de avond, omdat wij 3 uur gingen sluiten. Je weet, de meeste mensen gaan of 3 uur of 5 uur van het werk. We hebben nog een heleboel COVID-vaccin, Pfizer, Sinopharm is er ook. Dus om de mensen de mogelijkheid te bieden dat ze ook buiten werktijden kunnen komen om te vaccineren, ook in het weekend, hebben we de openingstijden uitgebreid. Hoe staat dan met een bepaalde RGD-posten of kan men het liefst naar BOG komen? Op dit moment vaccineert alleen het BOG. Ik bedoel voor COVID-testen? COVID-testen is ook alleen BOG en Tropkliniek. In Wanica ziekenhuis ook, maar Wanica ziekenhuis test alleen op patiënten die een indicatie hebben voor opname. Er zijn nog voldoende vaccins van zowel Pfizer als Sinopharm in voorraad. Om te voorkomen dat deze partij vervalt, drukt Ori de samenleving op het hart om zich te laten vaccineren. Ik zou zeggen mensen die nog niet volledig zijn gevaccineerd of nog geen booster hebben, om die een booster te komen halen of volledig gevaccineerd zijn, zodat je beter beschermd bent. Kijk, vaccinatie geeft nog geen garantie dat je niet besmet raakt, maar het voordeel dat je hebt dat het voorkomt dat je een gecompliceerde COVID-infectie hebt of dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen. De tijden voor het vaccineren zijn nu gesteld op 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Voor het swappen op COVID-19 is BOG open tot en met 5 uur 's middags.